dames en heren. Leuk dat je weer kijkt naar deze goed nieuwe video. Ja, jullie zien het. Ik ben bij mijn moeder. Ik dacht, mijn moeder zei van ja, ik heb lekker gehaktballen. Die staan in de koelkast. Toen dacht ik van, weet je wat? Ik ga lekker naar mijn moeder toe. Ik ga die gehaktballen opeten. Die gehaktballen zijn altijd zo lekker. En ze ruiken toch lekker? Dus dat ga ik even lekker opsmullen. Zo. Ik heb lekker gewerkt vandaag. Ik moest vanmorgen bij het ziekenhuis wezen. Nou, ze gaan in ieder geval een MRI maken. 5 oktober moet ik weer naar het ziekenhuis toe. Om weer verder stappen ondernemen. Want ze gaan een injectienaald. Die is, dat is een injectie van, ik weet niet, in ieder geval een hele lange naald. Die gaat tussen mijn enkels. Die gaat ertussen. En dan spuiten ze er weer wat in om de pijn draaglijker te maken. Dus, en ze hadden vanmorgen ook nog 8 foto's gemaakt. En we gaan het afwachten. 5 oktober moet ik weer terug naar het ziekenhuis. En dan gaan we kijken van hoe en wat. Dus ik hou jullie daar in ieder geval mee op de hoogte. Nou, gisteren hebben jullie kunnen zien dat ik heerlijke gehaktballen heb gegeten bij mijn moeder. En morgen, ja mensen, ga ik een challenge opnemen. Nou, een challenge wie de meeste tickets wint. Met 20 euro. Nou, ga ik samen met mijn kameraad, ga ik dat opnemen bij de Kingbox in Almere. Dus, wil je dat zien? Abonneer even op mijn kanaal en klik even op het belletje. Dus, en wie helpt mij naar die playbutton? Oh, die playbutton, oh, dat is mijn droom om een playbutton van YouTube hier in mijn slaapkamer te hangen. Dus, abonneer even op mijn kanaal. Ik hoop het zo. Dus, maar goed, blijf kijken. Nou, een treurige mededeling. We zouden vandaag even naar de Gamebox gaan in Almere. Maar gaat helaas niet door. Nee, vanwege dat mijn maat, die is een hartpatiënt. Ja, kan ik me heel goed voorstellen als je benauwd bent dat je even niet gaat. Ja, dat is even niet anders. Maar het wordt opgeschoven naar een andere datum, maar ik weet nog niet welke datum. Maar dat gaan jullie vast wel en zeker te weten wel even zien in de vlogs die ik ga maken voor jullie. Ik hoop op heel veel abonnees. En nou zit ik bij mijn moeder en ik dacht, ik heb trek in een kroketje. Ik denk, nou, dan doe ik er ook wel 2 frikandellen bij. Ik denk, nou, dat is wel lekker. Oh, lekker. Ja, ik zeg altijd, ja, het is ongezond, maar het is wel altijd wel lekker. Goed. Nou, het weekend ga ik lekker weer naar mijn vriendin toe. Dat gaan jullie ook allemaal zien. Dus, ik wens jullie veel plezier met kijken. Ik heb net het eten klaargemaakt voor Enzo. Moet eens kijken. Maiwen die eet dat niet. Enzo eet dat wel. Moet je kijken hoe snel ze het net op hebben. Ja, jou ga ik zo meteen even geven. Dus. Ja, wel oké. Okay. Ja, komt goed. Nou, ik ga even mijn mensen eten klaarmaken. En dan ben ik zo meteen weer bij jullie terug. En vandaag, zoals jullie al gehoord hebben, ging vandaag we zouden naar de Gamebox gaan in Almere. Maar ging helaas niet door. Ja, gezondheid gaat altijd voor. Dus Martin, als je dit kijkt, gezondheid gaat voor. Dus de volgende keer gaan we het gewoon overdoen. En dan plannen we gewoon een andere datum. Dus, nou. Ik ga het even klaarmaken en dan ben ik zo meteen weer bij jullie terug.
Ik heb Maiwen ook eten gegeven. Ik zet ze altijd apart. En zo daar. En Maiwen hier. Op anders gaan ze vechten. Nou, niet vechten, maar dan gaat Enzo meer eten en dan kan Maiwen niet rustig eten. Hier Maiwen. Lekker hé. Ja, dus lekker kip. Dan krijgt ze ook lekker wat naar binnen. Dus. Nou, ik wens jullie even veel plezier met kijken. En ik ben ondertussen hier voetbal aan het kijken. PSV tegen Volendam. En dat gaat ook aardig goed. Dus, nou. Tot ziens. Tot later. Een hele drukke dag gehad. En ondertussen zit de kat aan de stoel te krabben. Maar dat heb je nou eenmaal als je een kat hebt. Ja, ik heb het zelf ook. Dus. Maar onderweg dat ik naar huis fietste, ja, toen kwam ik een hele lekkere ijswinkel tegen. Ik denk, nou weet ik wat. Haal eens even lekker een bekertje struitje tellen met slagroom. Mmm, zo ja, lekker. Natuurlijk. Mijn moeder wil ook. Ik moest het opsturen. Of even langskomen brengen. Maar voordat ik het bij mijn moeder heb gebracht, zit het in mijn maag. Nee. Ja, toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn moeder van, nou, kun jij twee broodjes kroket voor me maken? Nou, prima. Ja, toen zei ze van, ja, dat kan ik wel. Nou, prima. Ondertussen zit ik aan een lekker broodje kroket. Kijk maar. Een lekkere bekertje. Of een lekker kopje koffie. En dat ga ik nu eens even lekker opsmullen. Er zit al een heerlijk ijsje in. Zoals ik je net zei. Lekker struitje tellen met slagroom. Het is net. Ik spreek het altijd. Ja, die hele lekkere ijswinkel in Zaandam. Die heb je ook. Goemans. Goemans. Nou, Goemans. Nee, ik film je niet. Dat zou ik niet doen. Dat zou ik niet durven. Oh jee. Oh jee. De ijsbak gaat open. De ijsbak gaat open. Lekker ijs. Maar ik ga even mijn kroket opeten voordat het koud begint te worden. Ik zie jullie later. Nou, ondertussen is het vrijdagochtend. En ik ben onder. Ja, ik heb mijn koptelefoon al klaarstaan. Ja, die ga ik zo meteen even opzetten. En dan ga ik even lekker naar muziek luisteren. En dan ga ik weer lekker naar mijn werk toe. En dan is het. En dan ga ik vanmiddag ga ik lekker een ritje in de trein naar Arnhem. En dan ga ik een gezellig weekend vieren met mijn vriendin en de kids. Want die hebben dan nog 2 dagen of 3 dagen vakantie. En dan moeten ze ook weer naar school. Dus dan ga ik zaterdag lekker met ze naar de Monkey Town. Dus ik neem de kids even lekker gezellig mee. Nou, dat gaan jullie allemaal zien. Ik ga nu lopen naar de bus, want anders mis ik die en dan zie ik jullie later wel. Einde van de dag in de trein. Nou, ik ben lekker aan het werk op het verste punt. Kijk maar, lekker mooi weiland. Ja, nou, het verste punt. Dus, oh heerlijk, het verste punt van de wijk. Dus, ik ga weer even verder. Ik ga even die ene poststukje bezorgen. Ik ga even mijn maatje even terugbellen, want die belde net. Dat vind ik wel even gezellig, als hij op weg naar zijn begeleiding is. Dus, nou. Ik wens jullie veel plezier bij het kijken. Nou, vanmiddag ga ik lekker met de trein naar Arnhem toe. Lekker naar mijn schatje. Dus, tot ziens. Doei doei. Ik ben bij mijn volgende adres. En toen kwam ik dit tegen.
lief, toch? Kom jij naar mij toe? Kijk, ze komen nou allemaal. Ja, die gaat opblazen. Nou, ik ga er vandoor. Nou, ik ben klaar met werken. Zoals jullie zien, ik sta nu op de bus te wachten. Mijn bus komt over 10 minuten naar het station. Dan ga ik de trein pakken richting Arnhem. En dan ga ik daar even mijn weekend vieren. En bij deze wens ik mijn collega, mijn goede kameraad, heel veel sterkte bij deze dag. Nou, het is vandaag 2 september. En Maat, hou je rustig. Ik ben toch een beetje bij je. En ik wens jou... Ja, dan, als je deze vlog ziet, dan is het al voorbij. Maar ik wens je toch heel veel sterkte dit weekend. Nou, hou je rustig, Maat. Komt allemaal wel goed. Ik weet dat het heel moeilijk is. Kijk, ik mis mijn broer ook nog steeds. En ja, het is niet anders, hè. Maar hij zit in je hart, hè. Hij zit in je hart. Mijn broer zit ook in mijn hart. Dus kijk gewoon af en toe naar boven. En dan denk je van... Of als er elke keer een vlinder voorbij komt, dan denk je van... Ja, hij is toch bij je. Dus Maat, hou je rustig. Komt allemaal goed. Nou, ik ga even op de bus wachten. En dan... ja, ga ik richting Arnhem. We gaan richting de stad. Kermis is vandaag ook begonnen, 2 september. En dan zie ik jullie lang. Misschien in de trein. Ik weet niet zeker. Als het te druk is, ga ik niet filmen. Want dan ik hou gewoon rekening mee met andere mensen. En afgelopen woensdag ging het helaas niet door, die gamebox. Want we zouden naar Almere gaan. Maar dat komt er een andere keer. Dat beloof ik jullie. En dan ga ik iets heel vets doen. Hopelijk dat ik iets vets doe. Nou, ik zeg tot ziens. En veel plezier met kijken. Nu ben ik op het station van Zaandam. En ik wacht op de trein richting Nijmegen. In ieder geval richting Arnhem. Verwachten en ik zie jullie zo meteen in de tijd. Yo. Zo, ik ben al een tijdje bij Angelique, bij mijn vriendin. En de kids die zijn zo blij dat we vandaag naar Monkey Town gaan. Zijn jullie een beetje blij? Ja, in de Monkey Town! Nou, ze zijn blij. In de Monkey Town, papa! Het is nog mooi weer ook. Ik ben heel blij in de Monkey Town! En ik ben blij met mijn schatje. En ik ben met mijn schatje. Ben je blij? Ja. Ja? Ja, 1 keer zeggen is genoeg. Ja, maar ik blijf herhalen. Kijk, voor je het weet zijn de kinderen er al. Alicia, zit er vooraan? Ja. Nou ja, Alicia. Die heeft vandaag tijdens je. En uitgerekend ben ik in Arnhem. En wat heb ik aan?
Een Ajaxje. Nee. Wij zien jullie bij Monkey Town. Nou, we zitten al lekker bij Monkey Town. Ik heb binnen op eten besteld. Ik heb lekker een broodje gezond. De kids hebben lekker zo'n... hoe noem je zoiets? Dat is Benny maar weer in. Benny is even lepeltjes aan het halen. Ja. Hoe noem je zoiets? Kidsbox. Oh, zo'n kidsbox. Nou, er zit er ook van alles in, kijk. Frikandelletje, appelmoes, patatje. Nou, en ze hebben drinken. Mijn vriendin heeft, hoe heet het nou? Kipteriyaki. Ja, iets met kip, kijk maar. Is ook altijd lekker. Nee. Nou, wij gaan dat even opsmullen. Dus, nou, de kids zijn lekker ook... Die hebben het ook erg naar hun zin, lekker bij Monkey Town. Zoals jullie zien. Dus, ja. Wij gaan even eten. Ik even lekker met eten. Dus even weer even wat anders dan een broodje kroket en frikandellen en weet ik het al. Dus, nou. Nou, ik spreek jullie. Doei doei. Zo, dan zitten we dan met z'n tweeën. We gaan gezellig een lekkere filmpje kijken. Oh, heerlijk schatje. Ja, mijn schatje zit lekker aan de popcorn. En ik ga even lekker aan de... Ja, ook mijn favoriet. Die hamkaaschips en lekker de pinda's. Lekker. Krijg je ook in de studio. Oeps. Wat? Oh. Wil je niet weten waar die gevonden is? Nee, dat willen jullie niet weten. Nou, wij gaan even een film kijken. Hoe heet die film? Nou, in ieder geval een horrorfilm. En dan, ja, zo gaan wij deze avond beleven met z'n tweeën. Nou, we hebben een leuke dag gehad. We zijn lekker naar Monkey Town geweest met de kids. Voor toen zijn ze wel gegaan. Nou, ze zijn wel heel ze leuk. Ze zijn wel erg lief. Dus wij gaan even een film kijken. Aan het einde van de film komen we wel lekker gezellig weer bij jullie terug. Dan gaan we jullie vertellen hoe de film is geweest. Nou, doei. Nou, ik ga slapen. Ik zie jullie morgenochtend. Nou, ik wens voor iedereen die ook gaat slapen, wel trusten. Nou, tot morgen. Morgen ga ik weer, helaas weer terug naar Krommenie. Nou, doei doei. Nou, schatje heeft heerlijke soep gemaakt. Lekker opgewarmd ook. Maar wel lekker. En tegenwoordig doe je dat ook met crackers. Crackers in de op. Jongens en meisjes, goed nieuws. Dat is ook best lekker. Heb je het nice ingehad het weekend? Ja? Kijk, een hele mooie knolpaalbeek. Ja. Jawel hè. Nou, als het goed is, is mijn maatje onderweg. En ja, is het weekend weer om. Helaas. En eigenlijk heb ik er nog zin om weg te gaan. Maar dat heb ik nooit. Ik heb eigenlijk nooit zin om weg te gaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het aankomende week weer gaat. Of ik veel last krijg van mijn voeten. Als het goed is moet ik de 29 september naar het ziekenhuis. Er gaat een MRI-scan gemaakt worden van mijn voeten. Of van mijn enkels. En dan gaan we het wel zien. Krijg je het raar? Dit is wel tof, ja, Sam. Nee. Dan doe je het met je vingers. In plaats van met een lepel.
echt mijn vriendin zit te smullen van die groentesoep. Kipsoep. Nou, dat is een soort groentesoep, kipsoep, groentesoep. Het is allemaal hetzelfde, toch? En misschien gaan we vanmiddag nog wel even iets anders doen. Maar dat is iets aan de hand. Dat mijn maatje mag eindelijk ergens in. Misschien gaan we dat wel even doen in anders van de week. Nou, ik ga jullie weer bedanken voor het kijken. En vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zien jullie mij weer als ik thuis ben. En dan zie je mij volgende week zondag. Nou, doei doei!